Hij verkondigde dat de Bijbel niet heilig was en dat Jezus ook maar een mens was. En moest dat bijna bekopen met een priem door zijn tong en een afgehakte rechterduim. Maar wie weet tegenwoordig nog wie Adriaan Coerbach was. Mijn gast schreef een biografie over deze 17e-eeuwse dwarsdenker en voert nu actie voor een monument of een straat in Amsterdam. Bijvoorbeeld mag ik een hartelijk applaus voor Bart Leeuwenburg. En op een dag besluit je dan, ik ga een boek schrijven over een denker, een schrijver, een arts en jurist uit de 17e eeuw, waar eigenlijk nog niemand van gehoord heeft. Ja. Maar ja, dat is geen moment natuurlijk. Ik bedoel, ja, jaren terug heb ik college gehad van Wiep van Bungen, toen ik nog een jonge jongen was. Voormalig decaan van de filosofiefaculteit in Rotterdam. Ja, precies. En toen kwam Spinoza natuurlijk langs in zo'n hele rits, hè, zo'n overzicht van grote denkers uit het verleden. En er werden ook wat verhalen verteld over mannen rondom Spinoza, noem ik het maar even. En een van die mannen was Adriaan Coerbach. En op dat moment werd er al iets bij me getriggerd. Het fascineerde me, dat verhaal. Het was een heel tragisch verhaal. Daar komen we misschien zo nog op. Maar dat was eigenlijk het eerste moment dat ik met Coerbach geconfronteerd werd. En dat hij ook radicaler was dan Spinoza. En later is er door academici, met name Jonathan Israel, die ook Spinoza veel meer op een sokkel heeft geplaatst, hè, met een aantal hele dikke boeken, dat hij dus een hele belangrijke filosoof is geweest in wat we nu de westerse verlichting zijn gaan noemen. Nou ja, die herwaardering van Spinoza heeft er dus ook toe geleid dat Coerbach meer verdient dan die tot nu toe verdiende. Ja, even in een notendop voor de mensen die niet helemaal ingelezen zijn in het werk van Adriaan Coerbach. Wat is het tragische verhaal van deze man? Nou, ik zal het heel kort samenvatten. Hij is eigenlijk maar in de 30 geworden. Waarom? Omdat hij in 1868 een bastaardwoordenboek schrijft. En dat is op zich nog niet zo'n 1668, ja. En dat is op zich niet zo'n ramp natuurlijk, dat je een woordenboekje schrijft, maar dat was niet zomaar een woordenboek. He, dat waren leenwoorden uit het Duits en uit het Frans. Maar steeds schreef hij bij dilemma's dan iets over de Bijbel, of hij schreef iets tegen de theologen of tegen de dogma's van de gereformeerde kerk. En dat deed hij op een dusdanige manier dat het was ironisch, sarcastisch, komisch, maar haarscherp en notabene ook nog eens in het Nederlands, onder eigen naam. Wat was daar zo gek aan? Nou, in die tijd werd er wel eens wat geschreven over twijfels aangaande de Bijbel en het dogma van de heilige drie-eenheid. Maar dat werd dan altijd netjes in het Latijn opgeschreven en dat was een discussie tussen geleerden. Hè? Bijvoorbeeld Spinoza schreef ook in het Latijn. En dan ook nog onder pseudoniem, of het liefst nog anoniem. Dat het niet. Bijvoorbeeld een vriend van Coerbach, een zekere Lodewijk Meijer, die schrijft bijvoorbeeld Sacra Philosophiae Scriptura Interpres. Nou, ook anoniem. Pas jaren later komt men erachter dat hij dat geschreven heeft. De bedoeling van dat boek was bijvoorbeeld dat hij vond dat de Bijbel moest onderworpen worden aan de reden, hè, aan de wetenschap. Dus moest wetenschappelijk worden geanalyseerd. Maar daar kwam ook niet zoveel ophef over, want hij schreef in het Latijn. Nou, wat doet Coerbach? Hij schrijft in het Nederlands. En hij publiceert onder eigen naam, ja. En hij is de meest radicale van het hele stel. Bijvoorbeeld, hij noemt de Bijbel gewoon een boek. Nou ja, dat is nog tot daaraan toe. En we hebben het over een tijd waarin de gereformeerde kerk oppermachtig is in Nederland. Weet je, dat is net zoals nou Iran. Als je daar zegt, nou, de Koran is gewoon een boek en je kan het vergelijken met 1001 Nacht. Ja, dat is niet zo handig natuurlijk. En hij deed dat met de Bijbel. Hij zei, de Bijbel is gewoon een boek, niet een door God geïnspireerd geschrift of een heilige schrift. En het is te vergelijken met Tijl Uilenspiegel en Rijntje de Vos. Ja, dat waren schelmenromans. Dus en dat flikte die hele tijd. Ik heb hier een aardig voorbeeld. Bijvoorbeeld, dit is nou ook zo'n lemma uit Bloemhof. Het is een moderne transcriptie van, hoe heet het, Ewout Sanders. Nou, daar gaat hij. Eén voorbeeld. Createur, maker, gedaantegever, gestaltegever. God heeft alles gemaakt. Vraagt nu iemand waarom ik niet zeg schepper, omdat God immers de wereld uit niets geschapen heeft, dan zeg ik erop twee dingen. Kijk, en nou komt de ellende. Ten eerste wordt God oneigenlijk gezegd. Ten eerste wordt oneigenlijk gezegd dat God een schepper is. Een schepper betekent iemand die iets schept. Dat kan water uit een bak zijn of brei uit een pot. Snap je? Dat is heel sardonisch natuurlijk. En dan gaat hij nog even verder, wil hij nog even wat kwijt. Ten tweede is de wereld niet geschapen uit niets. De wereld in het algemeen is er altijd geweest.
Wie dat niet wil geloven, moet de regel niets komt voort uit niets maar eens degelijk weerleggen. Uit de Bijbel kan hij zoiets niet aantonen, want daar staat het niet. En met de filosofie en de reden is het in tegenspraak. En nou, zo gaat hij voortdurend in dilemma's door, snap je? Nou, en dat ging niet. Dus... En het is niet zo best met hem afgelopen, hè, uiteindelijk. Nee, ze hebben hem... Kijk, die gereformeerde dominees in Amsterdam, die liepen tegen hem te hoop. Die snelden gelijk naar het stadhuis, het huidige paleis op de Dam. Die gingen klagen bij die burgemeesters. In die tijd had je er nog 4 in Amsterdam, dus niet 1. Nou, voortdurend was het probleem als die dominees over die ketters klaagden. Want er liepen wel meer van die gekke mensen rond daar. Je had allerlei afsplitsingen van de gereformeerde kerk die geheime bijeenkomsten hielden. Collegianten, Socinianen, kwekers. De narigheid is natuurlijk met dat protestantse geloof. Kijk, die lui die gingen die Bijbel zelf lezen. Hè? En het woord zegt het al, protestant, protesteren. Dus ze trokken zich niks meer aan van welke autoriteit ook en gingen die Bijbel zelf lezen. Ja, de Bijbel is een lappendeken van allerlei stukken en artikelen en je kan er van alles in lezen. Dus iedereen gaf zijn eigen zwaarse interpretatie aan dat boek. Nou, dan gaat iedereen dus afsplitsen. Nou, er liepen dus in Amsterdam ook een hoop van die mensen rond die dan naar die geheime bijeenkomsten gingen. Die zeiden een hoop gekke dingen. En dan was er wel eens een dominee die daar stiekem bij was. En die liep dan weer naar die burgemeester. Maar er kon niks bewezen worden. Maar er was in 1652 een plakkaat uitgevaardigd door de Staten van Holland, waarin expliciet stond, 1653... je mag geen Sociniaanse werken publiceren, uitgeven, schrijven enzovoort. En dat had Coerbach gedaan, dus ze hadden hem. En toen? Nou, de schout heeft actie ondernomen. Zijn bij Coerbach langsgegaan. Hij voelde natuurlijk nattigheid. Is op een gegeven moment vanuit Amsterdam gevlucht naar Culemborg. Dat was destijds een vrijplaats, zoals Baarle-Nassau. Dus daar had je nog geen juridictie van de 7 Verenigde Nederlanden. In die vrijplaats in Culemborg ging hij aan een ander boek schrijven. Dat noemde hij een licht schijnende in duistere plaatsen. Ja, ik heb het niet verzonnen, maar een licht schijnende, letterlijk een licht schijnende in duistere plaatsen. En daar gaat hij, om even in gereformeerd jargon te blijven, voluit op het orgel tegen al die gekke dogma's in de Bijbel. Hij gaat die dominees de maat nemen. Hij pleit voor een scheiding van kerk en staat. Hij spreekt zich ook uit voor een soort democratie. Hij wil ook de republiek natuurlijk hoog houden. Hij is tegen de stadhouder en voor het bewind van Johan de Witt. Dat was net in die periode, zat dat ook al niet meer zo lekker, want de macht van Johan de Witt was tanende. Enfin, daarmee maakt hij zichzelf compleet onmogelijk. Wat we op de voorkant van het boek lezen, op een gegeven moment staat hij in de martelkamer van het Amsterdamse stadhuis en dan krijgt hij te horen dat zijn tong moet worden doorboord met een priem, zijn rechter duim moet worden afgehakt, zijn boeken vernietigd en zijn goederen in beslag genomen. En hij moet voor 30 jaar in het rasphuis opgenomen worden. Ja. Nou, even nog die tussenstap. Niet te lang. Hij gaat van Culemborg naar Leiden, want hij vlucht ook uit Culemborg. Want er staat een losgeld op zijn hoofd. Hij wordt in Leiden verraden, wordt naar Amsterdam gebracht en komt inderdaad daar dan in het huidige paleis op de Dam. En daar wordt hij verhoord in de pijnkamer. En daar wordt dat geëist, omdat hij dus dat boekje geschreven heeft. En we mogen weten hoe het afloopt? Nou ja, hij krijgt het boek maar. Moet het boek dan lezen. Hij krijgt maar. Die moet je zeggen, dan moet je het boek lezen. We gaan hier niet Matthijs Nieuwkerk zitten. Oh, sorry, excuses. Nee, ik heb ook ambities. Dat kan. Ja. Maar hij krijgt maar 10 jaar rasphuis. Ja. En zijn duim hoeft er niet af en zijn tong wordt niet doorboord. Maar wel zijn bezittingen worden verklaard, zijn boeken worden verbrand. En de ironie wil ook dat er dus exemplaren van Licht en Bloemhof zijn overgebleven. Juist omdat die als bewijsstukken bewaard moesten worden voor het proces. Dus hij leeft nog dankzij de Amsterdamse magistratuur. Maar hij heeft niet echt dat... dat is een beetje voor de verkoop, dat hij zogenaamd Braziliaans hout heeft geraspt. Maar dat is niet het geval. Je had in die tijd, godzijdank, ook klassenjustitie. En hij was van adel. Dus hij heeft wel in dat rasphuis gezeten, maar hij had een kamertje voor zichzelf. Een soort werkkamp, hè, eigenlijk. Maar hij heeft nooit gewerkt. Dus dat noemen ze witte broodskinderen in die tijd. Hè? Dus ze kregen ook gewoon anders. Die jongens die hier bezig zijn, die zaten bij de VOC en die hadden iets fout gedaan. Hè? En hij mocht na 6 weken naar het Willigenrasphuis. Dat was ook een wat milder regime. Maar desondanks is hij wel na een jaar overleden. Ik vermoed aan TBC, maar dat is ook dat weet ik niet zeker. Kun je een vergelijking maken met een hedendaagse denker, journalist, activist, columnist? Iemand waarvan je zegt, om ons een beeld te geven van waar we aan moeten denken. Ja, nou, het was een geleerde Theo van Gogh.
Dus een geleerde. Hij was dubbel gepromoveerd. Hij was gepromoveerd in geneeskunde en in rechten. Overigens, die periode in Leiden is ook al van belang geweest. Want je moet je voorstellen, hij liep college bij een zekere Sylvius. Dat was een hoogleraar. Leiden was in dat, op dat moment in Europa de toonaangevende universiteit op het gebied van geneeskunde. Toen ja. nog wel, ja. Helemaal, laten we zeggen, forefront. Praktische geneeskunde. Die hoogleraar waar hij bij zat, die zei, we moeten een gasthuis maken. Het Cecilie gasthuis. Zo zei van, ja, wat, dat was het eerste academische ziekenhuis ter wereld. Oké, twee kamers, 8 vrouwen, 8 mannen. Maar daar liep ook Kurbach rond. Hè? Die man werd geïnspireerd door die wetenschappelijke instelling, kritisch nadenken en ook dus op die manier kritisch die Bijbel te lijf gaan. En zijn broer Johannes studeerde theologie, dus dat was mooi meegenomen. Die kon al die termen uit het Hebreeuws en Grieks leuk vertalen. En bijvoorbeeld angelos, hè? Dan zegt hij Bloemhof angelos, dat is helemaal geen Engels, onzin. Dat is uit het Grieks, dat moet je normaal vertalen, dat betekent gewoon boodschapper. Dat is helemaal niet een etherisch lichaam, dat is allemaal onzin. En er staan leuke dingen over charlatan, kwakzalver, die maakt hij ook al gelijk helemaal belachelijk. Hè? Mensen die met smeersels rondlopen en zeggen dat ze je daarmee kunnen genezen. Hij is heel erg down to earth, empirisch ingesteld, proefondervindelijk onderzoek. Gebruik je verstand, snap je? Was wel een pestkop en een sarcast. Irritant mannetje is het geweest. Hoe had de wereld eruit gezien als Adriaan Kurbach niet geleefd had? Was er dan niet zo anders geweest? Als Adriaan Kurbach en meer van dat soort mensen niet hadden geleefd, dan hadden wij nu niet, ja, dat is misschien een beetje, maar ik denk dat toch dat denken ook heel belangrijk is geweest. Ik heb niet voor niets filosofie gestudeerd. Maar zij hebben een belangrijke rol gespeeld in waar wij nu als vanzelfsprekend in leven als een vis in het water. Henk had het er ook al een beetje over. Hè? Bepaalde vooronderstellingen waar we gewoon vanzelfsprekend klakkeloos van uitgaan. Dat zijn de vooronderstellingen waar je niet van bewust bent. Vrijheid van meningsuiting, hè? Het is nu voor ons vanzelfsprekend in Nederland. Maar hij moest daarvoor knokken, weet je. Dat heeft hij ook gedaan. En hij heeft zich ook opgeofferd. En dat vind ik wel moedig van hem. Dus het was een geleerde man, het was een pestkop, maar het was ook een moedige persoon. Ja. En daarom vind ik dus dat er minstens een steeg, want dat zou bij hem passen, een Kurbach steeg, allitereert ook lekker, moet er komen voor hem in Amsterdam. Maar ja, die Amsterdammers, ik ben dus een petitie opgestart. Ga allemaal het internet op, Kurbach intikken, bij Google en petitie.nl kunt u zich solidair verklaren met mijn held. Nou, dat gaan we allemaal doen, maar eerst nog even. En het boek kopen natuurlijk. Eerst nog even iets heel anders. Klopt het dat jij pas op je 5e... Hoeveel hebben we nog? Nou, we kletsen lekker door, hoor. Er zijn verder geen voorstellingen in de Schouwburg, dus ze sluiten de deur na ons. Jij bent op je 35e pas begonnen met filosofie, hè? Nou, ik las al eerder filosofieboeken. Ik ben via de literatuur ben ik in de filosofie geïnteresseerd geraakt. Want je hebt in de snoephandel gezeten. Ja, ja. Dat klopt. Vertel daar eens wat ook meer over. Ook in de huidenhandel en graanhandel. Bij Sebeco Handelsraad op de Blaak heb ik ook nog gewerkt. Maar zat ik voornamelijk op het toilet, want het was zo vervelend. Met een koptelefoon, muziek luisteren. Ik ben 1 jaar trainee geweest, ik werd direct ontslagen. Sorry, de snoep, dat was het familiebedrijf. Ja, ja. En we hebben elkaar van tevoren gesproken. Toen zei je, ik ben de man die de Ritter-chocoladereep in Nederland heeft gezet. Ja, Ritter Sport, vierkante chocoladetabletten. Ja, heb ik bij Albert Heijn in het assortiment ingepraat. Daar ben ik nog steeds heel erg trots op. En hoe wordt nou een snoepverkoper uiteindelijk een filosoof die een boek schrijft over een 17e eeuwse denker? Mijn vader, ik vond het wel leuk, ik kreeg een soort flashbacks net met dat verhaal van Henk. Want ik ben dus in Rotterdam-Zuid geboren, die afvoerput... En mijn vader is begonnen als machinebankwerker bij RDM. En die heeft zich helemaal opgewerkt uit het niets, weet je wel. Die is een eigen zaak op een gegeven moment begonnen in snoep. Ik ben opgegroeid tussen de kartonnen snoep, zoetwaren. En eerst agenturen, toen is die voor zichzelf begonnen. En ik ben later ook 1 jaar of 7 met mijn broer heb ik in die zaak gezeten. Mijn broer heeft die zaak nog steeds. Maar ik bedoel, ik heb dat met heel veel plezier gedaan. Alleen, het liefste zou ik dus de helft van de week... Maakt niet uit, snoep, auto's of iets anders verkopen, snap je? Dat vind ik leuk. En de andere helft van de week academisch bezig zijn. Maar ja, dat gaat niet. Dus dan moet je je leven in 2 stukken hakken. En zeggen, nou, dan doe ik het eerste tot mijn 35e heb ik in het bedrijfsleven gezeten. En nou, ik ben nu 52. Ik weet niet hoe lang ik nog krijg van onze lieve heer. Met zo'n boek gaat het natuurlijk niet lang meer duren. Maar even voor de duidelijkheid, het heeft je geen windeieren gelegd, die snoephandel, hè? Nee, daar heb ik, ook dankzij mijn lieve vader en mijn broer, we hebben daar leuk geld mee verdiend. Ja. Want je hebt je uit laten kopen? En, ja, ik zei, wat wil je bieden? Dan ben je van me af. En wat zeiden ze toen? Nou, dat is allemaal in goede harmonie gegaan, zoals dat heet.
Nee hoor, ik heb daar nooit gedonder over gehad. Nee. En kijk, het was ook al heel snel duidelijk. Ik kon redelijk goed verkopen, al zeg ik het zelf. Heel goed zelfs. Maar mijn broer is een allround zakenman. Dus het werd al heel snel duidelijk, omdat ik die, weet je, die dub, ik ben een hybride. Ik vond filosofie leuk en wetenschap. En dus ik wilde dat toch ook doen. En het was duidelijk dat hij meer ook de man was die zaak zou leiden. En ik gekke Henkie. Dus, nou, en zou ik nooit een probleem over. Waarom ik daar nou vraag naar het geld is ook omdat je zo'n boek schrijft. Dat doe je een jaar of drie over, denk ik. Ja, ik heb de uitgever vanmorgen gebeld. En hoe heet het? Ik heb nu 1 euro per uur verdiend aan het boek. Want hoeveel exemplaren worden hiervan gedrukt? 1000. Er zijn er nu 750 verkocht. Dus als je nog een eerste druk wil hebben, moet je snel zijn. Nou, en daarna, behalve dat je dit soort boeken schrijft, werk je als studieadviseur aan de filosofiefaculteit. Ja. En dat is eigenlijk het enige wat je op dit moment doet om geld te verdienen. Ja, dat klopt. Maar ik bedoel, kijk, studieadviseur, en dat wil ik dan hier toch ook nog wel even kwijt. Ik ben enorm vergroeid met die faculteit. Hè. Ik heb daar zelf gestudeerd, ik ben daar gepromoveerd. Ik heb daar met mensen waar ik college van heb gekregen, ben ik goed bevriend geraakt. En ik zou het echt afgrijzelijk vinden als die faculteit zou moeten verdwijnen. Dus ik wil me op allerlei manieren inzetten voor die faculteit. Ik ben officieel studieadviseur, maar ik wil van alles aanpakken om te helpen, om ervoor te zorgen dat er genoeg studenten blijven. Dat het onderzoek op peil blijft, dat weet ik veel. Daar hebben we onderling heel veel meningsverschillen ook over, want zet een paar filosofen bij elkaar en je komt er nooit uit, weet je. Maar dat is ook het mooie. En ik vanaf het moment dat ik daar ben gaan studeren, heb ik me eigenlijk thuis gevoeld. Ik dacht, nou, ik ben dus niet de enige die altijd maar loopt te zeuren, snap je? Dat... Nee, maar dat, vooral om het even heel serieus te zeggen, nadenken over vooronderstellingen die andere mensen als vanzelfsprekend aannemen. Hè? We hadden het ook even hier over de financiële crisis. Nou, je kan... Hè? Ik weet het, het is natuurlijk clichématig om te zeggen dat je in de economische wetenschap ervan uitgaat dat de mens een rationeel wezen is en streeft naar maximale behoeftebevrediging. Dat stadium zijn we al lang voorbij, maar ik kreeg het op de middelbare school nog naar binnen gepompt. Hè? Toen ik... op de middelbare school kon je in de leerboeken, dat was regel 1. Het staat natuurlijk eigenlijk nergens op. Vooronderstelling klopt helemaal niet. Hè, er zijn, David Hume zei het al, reason is the slave of the passions. Begrijpt u wel? Dus het gaat niet alleen om rationeel kijk om je heen. Mensen die in auto's rijden, die auto's, dat zijn geen rationele beslissingen geweest. Hè, dat heeft te maken met van alles te maken, met status. En, dat is maar één voorbeeld, maar zo zijn er natuurlijk een heleboel vooronderstellingen. En om nou weer die cirkel even rond te maken, kijk... Ik ben altijd gefascineerd geweest in geschiedenis van de filosofie en wetenschap, geschiedenis van wetenschap. En dan vooral de spanning tussen wetenschap en religie. Hè? En Galilei is er natuurlijk een mooi voorbeeld van. Maar ook, het gaat dan ook vaak, de strijd gaat om vooronderstellingen. Hè? Waar ga je van uit? Ja, ik wil toch nog even over dat geld hebben. Jezus, nou ga verder. Nou, want je werkt als studieadviseur, zijn er dan... dan zeg jij tegen iemand, nee, je moet die studie vol blijven houden. Of je zegt, nou, het is zo'n prachtige studie. Maar zeggen ze dan wel eens tegen, nou, je hebt wel een beetje makkelijk praten, want je hoeft het niet voor het geld te doen. Of denk je, nou, wat zit die gasten zeuren? Ja, maar weer het gaat over niet geld? Over... Kijk, het gaat nu even over mij. Ik had liever dat het over Koerbach ging, maar maakt niet uit. Maar het gaat tijdens een gesprek met een student natuurlijk niet over mij. Hè? Het gaat over die student. En het gaat er dan ook vooral om dat ik mijn mond hou en eerst luister. Want dat is ook wel eens een misverstand. Ik bedoel, verkopen, dat is ook zo'n woord. Maar verkopen, dat is vooral luisteren. Hè? Ik bedoel, als jij aan iemand iets wil verkopen, of dat nou een boek is of snoep of een idee of wat dan ook, dan zou je ook moeten luisteren en moeten inspelen op wat iemand dan heeft gezegd of denkt of wat dan ook. Hè? Dus wat ik vooral doe bij studenten is eerst goed luisteren. En over mij gaat het nooit als het goed is. Wel eens. Aan het eind van een gesprek, dan zeg ik wel eens iets geks of zo. Als ik denk dat kan. Je kan ook nog in de snoephandel gaan als je het niks vindt. Nou, nee, dat zeg ik Heb nooit. Je nog nooit iemand gesuggereerd? Nee, maar kijk, ik ga er op een pragmatische manier mee om. En de ene student is... Elk individu is natuurlijk anders. Dus je gaat bij de een kan je wat informeler zijn, bij de ander wat formeler. Je probeert je een beetje aan te passen aan zo'n persoon. En... Nou ja, ik heb wel profijt in dat werk ook wel, denk ik, achteraf van de verkoopgesprekken die ik vroeger voerde. Want het lijkt alsof dat een wereld van verschil is. Maar uiteindelijk gaat het erom dat je met iemand contact maakt. En ook dat is ook een cliché over verkopers bijvoorbeeld. Dat iedereen denkt altijd dat je altijd met een poot tussen de deur die encyclopedie naar binnen wil fietsen of zo. Maar daar gaat het vaak helemaal niet om.
Waar gaat je volgende boek over? Ik denk over Satan. Want ja, dit is natuurlijk klein bier. Die Korbach, dus ik wil het nou eens groots aanpakken. Nee, maar ik heb het daar met Wiep over gehad. Het was eigenlijk de eerste met Wiep van Bungen. Het was de eerste keer dat ik niet wist wat ik nou verder moest. En toen zei Wiep, joh, ik heb in de loop der jaren en collega's van mij ook zoveel pamfletten gelezen over spoken en geesten. Er was een enorm debat in de 17e eeuw. En bezeten mensen, weet je wel, waar de duivel ingedreven is. En hekserij en gedoe. Hij zegt, maar daar zou je een leuk boek over kunnen schrijven. Als je die anekdotes verzamelt. Dus het was weer een immens rotwerk naar de KB en dan de hele tijd vroeten. En daar dan een rode draad in ontdekt, dan heb je een boek. Dus ik gooi dat bij die uitgever neer. Ik zeg, Mark, Satan in de Gouden Eeuw. Ja, gaan we doen, zegt hij. Maar ja, ik moet wel weer 3 jaar lang mijn rotwerk. En dat allemaal voor duizend exemplaren misschien. Ja, maar ik doe het graag, want ik vind het wel leuk. Bedankt dat je hier was in ieder geval. Dank je. Thank you.